Lens van vertrouwen. De kinderen van basisschool Neil vervelen zich een ongeluk. Ook maken ze veel ruzie. Of ze liggen allemaal te slapen omdat het zo saai is. Weet je hoe saai deze school is? Ik ben blij als ik op de middelbare zit. Jongens, we moeten nog 3 maanden. Laten we het een beetje leuk houden. Ik denk niet dat dat lukt, want jij bent ook saai. Wat zei jij? Gewoon dat het stom is. Ik heb er geen zin meer in. Dan kan je na school nablijven, jongen. Nou, dat zou wel weer een feestje worden dan. Nou, wat een gezelligheid weer. Juf, wat gaan we vanmiddag doen? Ik heb geen idee. Nou juf, ja, jij maakt het ook altijd erg gezellig. Juf, ik weet wat. Misschien kunnen we vanmiddag gewoon gaan rekenen. Oh nee! Opeens staat er iemand bij de deur. Hey jongens, daar is iemand met een zonnebril. Die ziet er cool uit. Oh, dat is volgens mij de nieuwe leerling. Er is iets aan de hand met deze leerling. Hey juf, hij heeft een stok bij zich. Dat mag helemaal niet. Jongens, niet lachen. Hij kan er niks aan doen. Hij is blind. Oh ja, ik zie het. Sst, niet zeggen, ik zie het. Hij is toch blind, gek? Oh ja, sorry. Juf, kan hij dan ook een blind date hebben? De klas die erg flauw. Hoe heet hij eigenlijk, juf? Danny Blind? Daar moet je niet om lachen. Het is helemaal niet leuk om blind te zijn. Ik heet trouwens Bernhard. Bernhard mocht vooraan zitten. Ja, maar gezellig bij ons. Dat zijn de leukste kinderen van de klas. Ja. Oké, jongens, we gaan eten. Ben je voor Ajax? Ik kan niet het voetbal kijken. Ja, maar ik kan wel goed horen hoor. Zullen we even helpen met de broodtrommel? Ja, wat doe jij nou? Je moet geen papier eten, gek. Hé, dit is mijn boterham niet. Heeft iemand mijn boterham gepakt of zo? Sukkel. Hé, ik kan wel heel goed horen hoor. Was je dat vergeten? Geef een boterham terug. Steeds kregen de kinderen straf van de juffrouw. Ik hou mijn spreekbeurt over blindheid. Ja, kom op, goed, je kan. Blinde mensen kunnen heel goed op. Ja, misschien wel, maar die had je niet horen aankomen. En zo gingen de pesterijen wel een paar weken door. Het wordt wel een beetje saai, hè? Steeds hetzelfde grapje. Misschien moeten we Bernhard maar niet meer pesten. En net toen kreeg ze weer een nieuwe leerling. Ha, daar is ons nieuw slachtoffer. Ja, we zullen hem krijgen. Binnen, Mademali. Dus keer in Holland en je catcht hem. Hé juf, kun je die jongen niet even ondertitelen? Ik versta er niks van. Zijn banen niet hier zo schimde? Anne madem, zullen ze zinnen? Ali, spring je Nederlands. Jongens, ik heb geen zin in dit gezanik. Mogen niks meer vragen hier. Ali was al snel de nieuwe pispaal van de klas. Maar gelukkig sloot hij snel vriendschap met Bernhard, die in hetzelfde schuitje zat. Ali, jij Nederlands willen praten. Jij zegt, ik eet poep. Ik eet poep. De pestkoppen hielden maar niet op. Wat is er? Ik zie dat er iets is. We worden nu al weken gepest en we willen dat het stopt. Ben Buddha Yusemion. Jongens, ik heb een plannetje, dan pakken we ze terug. Bernhard en Ali waren ontzettend benieuwd naar het plan van de juffrouw. Weet je nog toen we jou te grazen namen, toen jij de nerd van de klas was? Ja, dat weet ik nog. Ali, doe dat! Ah, gelukkig doen jullie dat niet meer. Ja, nu hebben we Ali en Bernhard. Jongens en meisjes, we gaan op het schoolreisje naar een museum. Kun je nog wat saaiers bedenken, juffrouw? Een week later bij het Rommelmuseum. Jongens en meisjes, welkom in het Rommelmuseum. Heb je niks spannenders voor ons? Ja. Loop maar eens die kant op. Laat het licht nog aan. Wat is het? Wat gebeurt er? Ik zie niks. Help mij, ik zie niks meer vandaag. Ach dames, kom. Niet zo aanstellen. Nee, het is alleen maar donker. Nou, wij beschermen jullie wel. Ik hoor hem. Waar komt die stem vandaan? Ik versta hem niet. Ha! Ja, was, ben Ali. Mijn is Ali. Ali, help ons. Ik zie dat ik mis mij, ik heb mijn broek geplast. Jullie kunnen niet zien, maar ik kan wel heel goed horen. Volg mij maar. Bernhard, help ons. Ja, want ik heb ook in mijn broek geplast. Bij mij veilig, lopen. De pestkoppen vertrouwden volledig op Bernhard en Ali.
Hebben jullie in jullie broek geplast? Bernard en Ali waren de helden van de dag. En de pestkoppen, die zouden nooit meer pesten.